Ja, het scenario van de Waalse Pijlers is bekend. Het is de bestorming van de muur. Hoe is die voor jou verlopen? Ja, dat is heel mooi. De Waalse Pijl, dat een typisch scenario is, vind ik. Het was best gevaarlijk en moeilijk om ervoor te geraken, want het is echt als een massasprint, maar dan een lastige massasprint, want het parcours is heel lastig. Maar uiteindelijk zat ik wel in een deftige positie, maar ik had niet de super punch voor een super resultaat. Ben je tevreden over je prestatie? Ja, zeker en vast. 8e in de Waalse Pijl. Vooraf wou ik in een van de 3 Ardennenkoersen een top 10 rijden. En nu heb ik al in elke wedstrijd een top 10 gereden, dus ik ben zeker tevreden. Wat dat betreft ben je echt al een ontwikkelaar als een renner voor de heuvelklassiekers. Ja, dat hebben we vorig jaar iets gezien en daarom ook besloten hadden we geen grote ronde te rijden. En meer en meer op die eendagswedstrijd te focussen. Dus met mijn trainer hebben we daar ook specifiek op toegewerkt. Ik werd even ziek voor de Ardennenkoers, dus ik had een beetje stress dat misschien niks ging worden. Maar ik denk dat ik wel een goede conditie weet heb en dat ik mooi rijd. Hoe kijk je vooruit op Luik Bastenaken-Luik? Luik is een heel andere koers natuurlijk. Het is een super lange koers met heel veel hoogtemeters. Maar ik heb er wel zin in. Er komen nog enkele nieuwe renners bij, zoals Remco. Dus de strijd tussen Remco en Tadej gaat voor iedereen de koers heel hard maken, denk ik. In principe lijkt het me dat die wedstrijd je nog beter moet liggen. Is langer, misschien wel ja, maar vooraf is het altijd moeilijk denk ik. Je hebt gewoon een hele goede dag nodig.